Waarom heet ik zoals ik heet, was de titel van de lezing die gisteren door het Nationaal Archief Suriname en de Stichting voor Surinaamse Genealogie is georganiseerd. Surinaamse familienamen kunnen geïmporteerd zijn of zelfs in Suriname zijn ontstaan. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de familienamen die door voorouders zelf zijn aangenomen en familienamen die door anderen zijn toegekend, zegt inleider Pieter Bol. Door de jaren heen zijn personen die op zoek zijn geweest naar hun voorouders met verschillende vragen komen te zitten. Bijvoorbeeld, hoe kan de herkomst en achtergrond van de eigen familienaam te achterhalen? Men heeft allemaal een naam, soms ook meerdere namen, maar het zijn, je kan het niet, je kunt het geen familienamen noemen in de manier zoals wij die nu eigenlijk allemaal gewoon vinden. Dat wordt wel eens vergeten, hè, als je zegt van ja, men heeft bij mijn voorouders de Afrikaanse familienaam afgenomen. Er zijn inderdaad Afrikaanse namen afgenomen, maar het waren persoonlijke namen. De mensen die in Afrika gevangen genomen werden, kregen in Suriname een slavennaam. Die werd bedacht door de eigenaar. Het was eigenlijk alleen een voornaam. Een simpele naam. En die Afrikaanse namen, die zie je af en toe nog wel een beetje doorschemeren in die namen, maar dat is meestal niet het geval. Hè? Dus die verdwijnen daarmee doordat ze een slavennaam kregen. En pas na manumissie, individuele vrijlating of de emancipatie 1863, kregen ze een familienaam. Dat kennen we allemaal. Daar komen we zo uiteraard uitgebreid op terug. Bol geeft verder aan dat in 1828 de burgerlijke stand in Suriname werd ingevoerd. Dat is 17 jaar na de invoering in Nederland. In Suriname waren er in die tijd ook geen vaste familienamen, omdat iedereen een andere familienaam kon en mocht aannemen, weet Bol. Vanaf dat moment, 1828, moest je daarvoor toestemming vragen aan de overheid. En de bestaande vrije bevolking in Suriname, die werden in de wijk, zogenaamde wijkregisters, ingeschreven. De mensen die moesten toen een naam kiezen. En dat was op dat moment, in 1828, vrije mensen, was dat de vaste familienaam geworden. Dus die wijkregisters is de bron van heel veel vaste familienamen van dit moment. Die wijkregisters zijn daar heel belangrijk als bron bij. Dus op die manier heeft men dan geprobeerd dat systeem, dat Nederlandse systeem, op Surinaamse situatie toe te passen. Het is niet altijd goed gelukt of er zijn allerlei problemen uit ontstaan. Verschillende familienamen die in Suriname voorkomen zijn afkomstig uit Europa, dus ook veel slaafgemaakten, hebben de achternaam gekregen van hun eigenaren.